Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon X Avatar Lock met Sander van Gaming SB. Hallo Sander. Dit keer zonder Litten. Ah, hoorde ik jullie zeggen. Ja, dat is het. Niemand zegt dat. Maar, ik heb dit keer helemaal niks gedaan. Wat ben ik toch ook een amateur. Nou, ik ben blij. Nou, vond je aflevering 12 of 15 niet leuk met de Fox intro? Ja, die was wel grappig. Of aflevering 12 waarin Simon mijn plekje overneemt. Ja. Yeah. Die was misschien wel het allermooist. Ik had dat aan Simon laten zien en hij vond het wel grappig. Tegen mij zei hij, how dare you? Ja. Yeah. Zo ongeveer. Astiek voelt dit. Oké, wat moet ik hier doen eigenlijk? Want boven in de stad moet je naar een ijsgrot. Boven in de stad ijsgrot. Oké. Oh, dit is Nederland! Dit is Nederland, jong! Hier, kijk dan! Omdat er een molen staat? Het is letterlijk Nederland! Ja. Wauw. Shit, je had me door. Frost Cavern. Oh nee, met mijn swine. Zitten die in deze game? Schijnbaar wel. Anders dan zag ik die nu niet. In theorie kan je elke Pokémon in deze game krijgen. Ja, dat is waar. Maar dit was niet wel anders van mij. Hoe makkelijk is dat? Überhaupt in deze game. Elke Pokémon tegen te komen. Ik weet niet of je ze allemaal kan tegenkomen. Dat... Volgens mij wel van andere games ruilen, maar niet per se tegenkomen, denk ik. Nee, oké, precies. Gewoon naar in die grot in? Ja. Maar ik durf niet. Je moet uiteindelijk naar een Abomasnow die daar helemaal achter in de grot staat. En je moet niet vergeten aan het eind van die Abomasnow tegen hem te praten. Ja? Oké. Okay. En dan ga ik tegen hem vechten of... Nee. Ik weet alleen niet welke kant ik op moet, dus waarschijnlijk duurt het wel even voordat ik hieruit ben. Maar dan kun jij weer mooi shiny hunten. Als je zo een T-splitsing tegenkomt, moet je rechts aanhouden. Moet ik de hele ding rechts aanhouden of alleen als ik zo'n T-splitsing heb? Nee, alleen bij zo'n T-splitsing en verder wijst het zich wel vanzelf. Waarom kan ik dit niet? Dat je een mengel bent. Nou, dat zeg je toch niet. Nee, dat is waar. Nou, eigenlijk was dat niet waar, want je zei het zo net. Oh ja, oeps. Oepsie ploepsie. Wat? Oh, ik ging gewoon schuin over het ijs. Ik wist helemaal niet dat het kon, joh. Hey, ik wist helemaal niet dat het kon. Wil je iets nieuws gooien? Bits. Oké, ik denk dat dit de goede kant op is. Ik heb een trainer ontweken en nu niet meer. En ook precies de dual battle waar ik in loop. Waarom ben ik zo? Ja, Sander, vertel dat ons is. Je bent zo dat ik je nooit anders heb gekend, zo. Dat moest. Dat was zong je nou een liedje van de uitvinder van Summer Holiday? Geen idee. Ik weet oprecht niet van wie dat nummer is. Nee. Van jij bent zo. Is dat Jan Smit? Nee, dat is Jeroen van de Boom. En in het programma van Jeroen van de Boom zingt Jack van Gelder Summer Holiday. Ah. Kijk. Jij bent niet heel erg op de hoogte van de Nederlandse muziek, eerlijk gezegd. Ah, ik ook niet, maar dat is toch de meme van nu, zeg maar. Dat is waar. Ik ben aangekomen in Anastar City. Net zoals dat Zoute Landen was toen ook echt een meme. Mm-hmm. Een meme. Ja, dat heeft veel.
Ja, ik ga toch maar healen. Ik ga het niet riskeren. Zal ik even gaan hunten? Ik denk wel dat ik dat even ga doen. Ja, want dan kom je zo'n shiny tegen. Dat zou cool zijn. Ja, ik denk dat het ook deels geluk was. Maar aan de andere kant, ik heb zoveel encounters gedaan. Maar... Mm-hmm. Tuurlijk is het altijd een beetje geluk. Ja, ik wou net zeggen, shiny hunt is altijd geluk. Maar... Vooral dat die random is, dat is misschien nog wel het meeste geluk. En dat is gewoon leuk, weer iets, dat ga je ook niet meer vergeten, zeg maar. Nee, dat vind ik ook zeker leuk. Ik heb in Pixelmon ook 2 shinies. Ja, dat was wel nice, ja. Dat vind ik dus ook leuk. Ja, wat echt heftig was... Toen had Simon echt allemaal level 70 Pokémon en ik echt net level 30. En toen had ik een shiny, dus kon ik op iets met hem flexen. Hij was echt de hele tijd kunnen aan doen met kijk mij, ik heb een goede Pokémon. Nee, maar heeft hij al een shiny of niet? Inmiddels volgens mij wel. Oké. Want ik heb 1 shiny zelf gevangen dan, zeg maar, Mankey. Wat zo heftig is dat ik gewoon 5 lures heb gebruikt, niks shiny tegenkwam. En toen deed ik 1 keer, toen was ik 1 keer gewoon aan de bouwen, toen stond daar gewoon een shiny. Ja. Ja, dat... Daar is het leven. Dat klopt. We are going on a summer holiday. Holiday. Moet jij even... Oké, en nu wel doen, hè? Nu moet je zeggen wanneer je klaar bent met de grot, hè? Ik had de vorige keer niet. De vorige keer zei ik 3 keer zeg even als je klaar bent. En toen was je klaar en toen ging je gewoon verder. En toen zei je op een gegeven moment iets, zei ik... Je zou toch zeggen dat je klaar was? Toen zei ik, maar dat weet ik helemaal niet. Daar is bewijs van. De bewijs komt dinsdag online. Dat klinkt zoals ik. oh, nee! Ah, trainer. Ah, ogen. Nu moet ik vechten. Zet. Oh nee, niet zo'n zak. Oh nee. Ik ga dood. Wel nee, hij heeft wel sturdy die zak. Dan weet je dat dat past. Ja, maar de vorige keer ben ik toch ook door zo'n zak dood gegaan met de vorige grot, toen ik dus zou zeggen dat ik eruit was. Ja. Maar niet, ja. Low sweep. The glittering cave, of the reflection cave was dat. Weet je nog dat ik zei dat ik dood ging? Ja? Nou, het komt aardig in de buurt. Hoeveel heeft low sweep? Dat weet ik niet. PP. Hoe goed is die move? Is dat een goede move? Of is dat... Het is niet een de uiter... Ja, het is geen scald, zeg maar, snap je? Dus het is niet de beste fighting move, maar het is wel een oké move. Alright, dan doe ik dit. Ik bedoelde zeg maar... Dat was natuurlijk ook wel risky, wat ik deed, maar... Ik denk, ik heb psychic move op die gast. Ja. Oh, nee! Dit is ook risky! Ah. Trouwens, die zak, die killde mijn Pokémon ook straks. Die Moffin. Oh nee, dat was niet zak, of wel? Dat weet ik niet meer. Nee, dat was niet zak. Volgens mij. Jan, ik kan nog 1 low sweepje tanken. Oeh, ik dacht eventjes dat het een crit zou zijn, dan was ik dood geweest trouwens. Want dit was geen crit. Oké, Drowsy... Dan ga ik naar John, want dat is de enige waar die niet super effectief op is. Oké, please. Ja. Oh, nu doet hij poison jab. Oh ja, nee, fijn. Poison jab. Oké, hij is asleep. Dan ga ik nu met Squirtle. Ik had eerst moeten dealen. Stel hij... Ah, je kunt niet in de eerste turn... wakker worden, toch? Misschien als je early bird hebt, maar volgens mij niet.
Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, anders word je straks boos op me, weet je wel. Nah, nee, 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 het kon niet de eerste beurt. Nee, ik word sowieso niet boos op jou, dat zou ik nooit doen. Bruh, ik ben nog nooit echt boos op je geweest. Nee. Wel op Simon? Wel heel vaak nep, maar goed, daar hebben we het eventjes niet over. Ben je wel echt boos geweest op Simon? Nou... Wel een aantal keer dat ik toch op dat randje zat, hoor. Maar ja, hij had gewoon bij iedereen het bloed onder zijn nagels vandaan. Ja, daar is je wel goed in, hè? Ja. Dat is een Z-man. Maar ik doe het ook terug, want dan ga ik hem expres guilt-trippen. Omdat ik dan eigenlijk half boos ben en dan ga ik hem guilt-trippen en dan doet hij helemaal zo van, oh nee. Ga nou niet guilt-trippen en dan doe ik zo van, jawel. Ja, je moet toch iets, hè? Ik moet hem toch op een manier terugpakken, dus... Ja, precies. Ik snap het wel. Ik snap het wel, Sander. Oké, okay, deze zak. Hij gaat nu waarschijnlijk wel dood, ja. Want ik ben eerst, tuurlijk. Een Ampharos is supersnel. Dus dat is chill. Maar hij heeft nog een Pokémon. Een Mianxiao? Ja, Mianxiao. Weet je niet welke Pokémon dat is? Jawel, ik wist niet hoe ik het uitsprak. Ja. Oh, die Mianxiao, die killde mijn ding is. Wie ging er ook weer dood? Mothim, ja. Hij heeft Stone Edge ofzo. Ja, dat is voor mijn show maakt dat niet zo heel veel uit. Ik ben meer bang voor zo'n Drain Punch. Want die deed heel veel en hij hield daarmee ook nog eens. Dus dan kan ik hem niet in one hit killen. Ja, ik moet... Een crit ben ik denk ik dood. Wacht, een crit in deze game, doet dat keer 2? Of doet dat keer 1.5? Oh, dat weet ik echt niet, Sander. Vraag me niet zulke moeilijke dingen. Oké, okay, sorry. Oké, okay, als hij een crit doet, ben ik mogelijk dood. Oh, dat was een crit. 14 HP. Oh, hij is wel echt weer terug bij af. Weet je nu wel het antwoord? Ja, 1.5. Oké. Okay. Anders was ik dood geweest, namelijk. Daarom was het ook mijn vraag. Oké, okay, hij is nu wel paralyzed. Dus... Paralyzed. Ja, er is een mogelijkheid dat ik dit win. Paralyzed. Oh, paralyzed. Dankjewel, Mianxiao. Zo moeilijk is het nou ook weer niet, Sander. Ik proef aanstellerij. Nee, maar die... Oh, die... Het is, het is gewoon Mianxiao. Net als, Commander Shao, weet je wel, van Avatar. Ja, maar ik denk dan altijd dat het AU is, maar... Nee. Of OU, maar... Nee. Nee. Dat is niet. Oké. Rustig. Oké, ik geef me over. Alles veranderde toen de vuurnatie aanviel. Dat is zeker waar. Alleen maar... Wacht, wat? Alleen de Avatar. De meester van alle vier de elementen kon stoppen, maar toen de wereld de meest nodig had, verdween hij. Mijn broer en ik vonden een nieuwe Avatar, de luchtmeester genaamd Aang. Hij is nog jong en hij moet nog veel leren, maar ik geloof dat Aang de wereld kan redden. Ja, dat moest. Ik hoop echt dat ik dit stukje terugvind in het editen en dan moet ik echt iets mee doen. Nee. Ja, nee, dat mag wel. Ik werd bijna door zo'n fighting belt gebatteld. En aangezien ik alleen maar dark types zo'n beetje heb, liever niet. Aha. Obama Snow. Oh, ik ben er bijna uit. De Obama Snow? Ik zie een Obama Snow. Dat spreek ik toch goed uit, of niet? Is hij president? Yeah.
Nee, dat sowieso niet, want Obama is ook geen... Je trapt er niet in mijn strikvraag. Je trapt er niet in mijn strikvraag. Je bent scherp, Sander. Zo scherp als een cyber ben je. En die zet Peter scherp. Oh. Die... Nou, dat vind ik leuk. Hun me even dus die shiny Vanillite. Vanillux, trouwens. Nee, Vanillite. Of Pinky. Wat zei je? Ik zeg, gun me die shiny Vanillite. Ja, is die cool? Nee, maar die kan ik vangen. Als ik ben aan het horen. Maar shiny class toch? Of doen we dat niet? Jawel, shiny class. Alleen, ik kan hem niet echt vangen. Maar ik ben nu aan het hunten in die grot waar jij ook bent. En als ik dan horde battles doe, dan kan ik of Cupchew of Vanillite. Ja, oké, maar dan mag je hem, dus zou je hem wel... Ja, zeker. Dat ga ik ook zeker doen, als dat gebeurt. Ik dacht al van, dat doen we toch wel, want... Ja, die van mij zou ik sowieso nog mogen gebruiken, want dat is bug type. Ja, dat mag sowieso. Maar nee, een shiny class, zeker. Ik doe elke nuslok of iets wat ik doe, doe ik altijd met shiny class. Ja, maar anders is het ook gewoon niet leuk. Nee. Dan weet je, dan moet je hem gewoon killen. Yep. Ik heb ooit een keer een Soul Link gezien. En daar hadden ze een Shiny Victory Bell. Dat was een randomized Soul Link. Mm-hmm. Alleen ze hadden nog geen Pokeballs. Dat is ook cool. In Ruby en Sapphire. Hè? Dus de kans dat jij een Shiny tegenkomt. Wow, voordat je Pokeballs krijgt. Ja, dat is ook nog eens. En je krijgt daar ook nog eens fucking snel Pokeballs in die game. Ja. Je hoeft alleen maar tegen mee te vechten en dan terug te gaan, volgens mij. Ja, precies. Nee, het was gewoon letterlijk de allereerste encounter als in gewoon letterlijk eerste Pokémon die ze tegenkwamen. Dat is echt zuur. Had één van de twee een shiny. Ja. Ik kom hier zo'n Jinx tegen. Nee, maar je zag de Abomasnow toch al? Ja, ik heb tegen die Abomasnow gepraat. Oh, dan is het niet de juiste Abomasnow, denk ik. Ik bedoel, waar die Team Flare... Nee, hier staan Team Flare Grunts bij. Oh, ja. Ik moet eerst nog tegen die middels te vechten. Ah, ja. Daarna moet je tegen Abomasnow praten. Kijk. Je krijgt een item. Ik zeg alleen Snow. Maar... Nee, je krijgt een item van... Ja, nee, dat mag ook wel. Oh, nee, Ambergo. Oh, dan mag ik niet healen, toch? Geen idee. Of geen items gebruiken. Oh ja, dat klopt. Nou, maakt dat in principe niet erg, want mijn Sean kan dit wel aan, maar... Het is een schaap. Nary pit schaap. Ja, Sean, het schaap. Oh, nou. Ze waren niet heel erg blij toen ze verloor. Ik heb van Pokémon Ei zo'n ROM-hack. En die is best wel leuk. Er zitten allemaal custom shinies in. En Omega-forms. Dus dan heb je bijvoorbeeld een Rock Cyndaquil en zo. Wow. Ja, dat is best een leuke ROM. Als je die wil hebben, kan ik je die wel sturen. Maar die is wel leuk. Misschien kan je daar een keer iets van een serie van doen of zo. Omdat je de game nu toch kent. Alleen daar is de shiny chance ook hoger. Het is wel leuk om daar iets van een shiny lock van te doen ofzo. Omdat de shiny chance is super hoog. Dus als je elke keer, als je gewoon een combi vangt. En elke keer sweet sand doet. Dan heb je, nou laten we zeggen, binnen 10 minuten sowieso een shiny. Maar dan heb je dus ook soms 2 of 3 shinies in een horde. Oh wow. Ja, ze hebben daar de shiny chance 1 op 200 gedaan ofzo. Ah. Maar eventjes iets. Ik heb nu die Abomasnow Nightwhite. Ja. En nu? Nu moet je gewoon de grot uit en dan ben je bijna niet zo ver als ik. Dus dan ga ik weer gewoon verder met de game, zeg maar. Ja, oké. Okay. Nou, ik ben nog niet de grot uit. Couldn't get away, doe eens normaal. Oh, rustig. Sorry. Sander. Yo, meteen agressief. Ja, zeker. Dat mag ook wel een keertje. Oké, Paralyzed. Dat mag ook wel een keertje? Paralyzed en alsnog kan ik niet escapen. Wat een onzin. Hoezo kan ik van een Jinx niet runnen? Laten we eerlijk zijn. Dat is toch onzin? Nee, ik snap het wel. Oh!
Ik moet tegen een backpack vechten. Ja, oh, die is echt kut. Ja, ik had hem gewoon kunnen ontwijken. Ja, als ja dat had ik hetzelfde. Toen verloor ik bijna een Pokémon. Toen dacht ik, oh, als ik hier een Pokémon zou verliezen, dan zou dat echt kut zijn. Omdat hij helemaal niet nodig is. Eens. Maar hij had ook een Pokémon waar ik niet zo heel erg veel tegen had, zeg maar. Zo'n Probopass. Ja. Ja, ik had Azumarill, maar hij deed best wel een beetje veel damage op mijn Azumarill. En mijn Azumarill was ook geparalyzed. Moet ik niet tegen Serena vechten, volgens mij wel. Ja. Ja, ik kan het wel doen met Kingler, denk ik, uiteindelijk. Ja, Kingler! Oh, en hij is sturdy, hoor. Kan hij nog een keer Earth Power doen? Duurt lang. Je staat er al een tijdje. Ja, zeker. Snap je? Is dat van het liedje? Ja. Duurt te lang. Ik sta hier al een tijdje. En we moeten door. Ja. Hé, hey, het is Brent. Ik ken hem, Brent. Nou, wat een feest. Nee, is het geen feest? Ik vond die Probopass niet zo'n heel groot feest eigenlijk. Nee, dat zei ik toch. Maar ik heb hem wel verslagen, dus dat op zich. Oké, deze backpack ziet me ook niet. Fijn. Sander, zal ik een lullige opmerking maken of niet? Dat doen de vrouwtjes ook niet. Zeker of? Nee, maar dan moet je niet boos worden. Tuurlijk niet. Nee, dat het bijna voor jou een record is inmiddels in hoeveel Pokémon's je bent verloren in de afgelopen afleveringen. Gaat hij zo doen hoor! Nou, wel naten. Ik zei toch niet boos worden. Nee! Oké, weet je nog wat je zo net zei? Ja. Ja, ik ga sowieso nu één verliezen. Echt? Ja, maar dat zeg je wel vaker, dan is het ook niet zo. Ik moet wel tegen zo'n fighting belt. En ik heb eigenlijk alleen daar een Sean het Schaap voor. Ik dacht dat Sableye geen weaknesses had, maar blijkbaar wel. Je hebt Fairy in deze game. Wauw. Dat is echt onzin. Dan heb je een Pokémon zonder weaknesses. Een van de enige typings die dat heeft. En dan houden ze dat niet zo. Ja, ik snap... En ik ging altijd zo goed op mijn Wonder Guard Sableye, maar ja. Wonder Guard Sableye. Dat is echt... Dan rek je echt de game. Volgens mij kun je dan gewoon... Ja, je kunt dood door Poison Powder of zo. Maar sowieso Wonder Guard op elke Pokémon is eigenlijk... Behalve... hoe heet het? Nee, Bulldoze! Oh, gelukkig. Oké. Okay. Yo. Maar ik was eventjes heel bang. Ja, ik had het in de gaten. Ik had Sean in. Oftewel Ampharos. En die, toen deed hij Bulldoze. Dus ik denk, nee. Ik ga dood. Maar je ging niet dood. Nou, dat mag ik wel een keer. Nee, maar wat was ik aan het vertellen? Ik weet het al niet. Ik weet het ook niet meer. Daarvoor. Jongen, zo slecht luister je dus. Het ging over die Sableye met zijn Wonder Guard. Oh ja. Nee, het ging over Wonder Guard sowieso in Nuzlocke, zodat OP is. Yep. Omdat hij niet maar één HP heeft, ja. Daarom zet ik dat ook altijd uit als ik abilities randomize. Yep. Maar ook als je er tegen moet, is het echt kut. Dan kan je jezelf heel makkelijk softlocken. Ja. En daar heb jij al verstand van de softlock. Toch? Sander? Dit vind ik heel... pijnlijk? Dat vind ik heel confronterend. Dat snap ik. Discharge deed ook maar zo weinig. Dit is echt een vette gym. Ga ik deze gas verslaan? Wat? Ik zeg, dit is echt een vette gym. Ben je al bij de gym?
Ja, maar de echt, jij bent, hoe heet het, je hoopt alleen maar zo meteen door die ene route op die Memoswine en dan die route is fucking kort. En dan ben jij er ook al. Cool. Ik moet eerst deze troon nog verslaan. De gast heeft me al een keer verslagen. Of was dat een zak? Ik weet het nooit. Speed cell, ja. Wel een ander kleurtje. Ja, dat is waar. Oeh, psychic. Bulldoze. Daar zeg ik geen nee tegen. Een? Sorry? Psychic. Psychic, ah ja. Deze gym is zo vet. Oh. Nou, ik heb Black Belt verslagen. Ik weet ook niet hoe ik die moest ontwijken trouwens. Nu ik er zo naar kijk. Maar... op de heenweg kon ik het wel. Tja. Ben ik mooi slechter geworden. Tja. 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 Dit is je boy Sander. Wat probeer je daarmee te zeggen? Eigenlijk niks. Oké, nou dan is het goed. Dat scheelde niet heel veel. Dat scheelde niet heel veel of wel heel veel? Nee, dat scheelde niks. Niks. Niet nou, het echt. Scheelde wel iets van anders dan wat ik er nu tegen aan het vechten, maar je snapt wat ik bedoel. Scheelde zo weinig dat mensen het wel eens niks noemen. Niks, niks, niks. En dan hebben we het al chicks, chicks, chicks. Wee. En nu ben ik onder. En nu kan ik healen. Hé, hey, waarom sneeuwt het niet meer? Die heb jij net uit. Ik dacht dat dit de sneeuwcity was. Well. Maar hoe kan dat nou? Ja, nou, ja, zo zat ik dus ook. Maar dat kan toch niet? Het weer verandert in deze Pokémon game? What the fuck? Dat is nieuw. Een leeuw, een leeuw, een leeuw. Eigenlijk is dat niet nieuw, want het zat ook in Sword and Shield. Oh, never mind. Die kwam later uit, dus dan is, zou het wel nieuw kunnen zijn. Bedenk me nu. Dolfier, holy guacamole. Frost Cavern. Welke kam ook op dan? Mejang. Je moet onderin de ding uit. Het stadje uit. En dan kan je op Memoswine zitten en dan is het feest. Dus ik hoef deze Vibrava voor niks te vechten. Ja. Ik zit deze Vibrava voor niks te vechten, oké? Ja. Ik moet tegen Olympia. Wacht, deed ik nou. Hier hebben we het liever niet over. Wat gebeurt er? Hier gaan we het niet over hebben, oké, gast? Ik zal niet zeggen wat er gebeurt. Nee, dank je. Nee, dank je. Jij vuile bits. Nee, ik dacht dat dit de anime was. Oké. Eventjes. Dus ik deed een electric type en toen werkte het ineens niet. Wat? Ik zag in de anime dat het wel werkte. Dat vind ik flauw. Je wordt voorgelogen door de anime. Ja, je moet Brock verslagen door zo'n Pikachu en dan gaan de sprinklers aan en dan win je. Dus ik deed dat ook bij deze Vibrava, maar... en dan met Nemphoron. Maar ja, dat werkte niet. Zo jammer. Dat werkte niet. Zo jammer dat nou, dat dan weer niet werkt. Echt hoor. Ik heb ook nog maar 3 full restores. Ik moet tegen zo'n slome koning. Bedoel je koning Philip de Vijfde? Ja. Ik wist het. Wist je dat hij ook een bijnaam had vroeger? Nice. Hij heette Slowking. Ja. Want hij was zo sloom. Ik wil ook maar wat. Ja, ik wil gewoon één oor in ander oor uit, hè? Oh, dat vind ik niet netjes. Ja.
Je kunt me niet tegenhouden als je niet ziet wat ik doe, toch? Nee. Maar je deed je middelvinger? Nee, nee. Nee. Dat zou ik nooit doen. Nee. Nee, dat zou ik echt nooit doen. Leuvens. Ik kan me niet herinneren wanneer ik dat voor het laatst gedaan heb. Oké. 2 seconden geleden? Nou weet ik niet of dat veel zegt over mijn geheugen of over wat ik gedaan heb. Sander, denk jij maar mooi dat het mijn middelvinger was. Maar het was stiekem iets anders. Die piemel? Wow, dat is geleden quickly. Maar Sander, zit je al op de memmerswaar? Nee. Waarom niet? Nee, ik was eerst die Vibrava aan het bevechten. Tjong, wat duurt allemaal lang? Ja, ik ging naar boven, want ik denk ik moet terug naar boven, want daar stond zo'n Mammoswine. En jij had het over zo'n Mammoswine, dus ik ga zoeken voor die Mammoswine. Nee, die Mammoswine is in de... Oh, je snapt niks. Nee, ik heb deze game ook al nooit gespeeld. Ja, maar dan moet je goed luisteren, want ik zei, je moet onderuit het stadje, ik zei. Onder. Niet boven, onder. Ik zit op de Mammoswine. Ik heb inmiddels de 7e badge ontvangen. Oh, doe nou niet zo. Hé, maar hoe doe ik dit? Meet alle players? Nee, dat lukt dus niet. Kut DS, jong. Gaan ze zo doen, hè? Alles goed? Ja, er stond ineens meet alle players, maar dat kan helemaal niet. Nee. Ze liegen me voor. Serena, hou je vuile gezin. Nou, ik weet wel hoe zij daarover denkt. Nou, nee. Dat, ongeveer, precies. Ik wil gewoon runnen, kom op, please. Waarom is Ampharos niet snel? Omdat hij slow is? Ik zou dus denken, Ampharos, Speedy Boy. Nee hoor. Ampharos, not so Speedy Boy. Dan ga ik het grove geschut inzetten. Een hond. Die moet wel snel zijn, toch? Nee, is dat niet hoe het werkt? Rippity-roppity. Yo, eigenlijk zitten Riot Pokémon er eigenlijk al gewoon in deze game in. Maar niemand durft het toe te geven. Wat jij het zei? Bruh, ik ben letterlijk aan het Riot Pokémon. Ben jij aan het Riot Pokémon? Ja. Goed zo. I'm right Pokémoning in real hard right now. Met trots op Sander. Wat? Dit loopt dood? Ja. Hoe werkt dit? Je moet zeg maar op die right Pokémon en dan waar je naar rechts net ging zeg maar, dan kan je ook nog naar onder door het sneeuw. Ik weet niet welke route ik heb afgelegd. Ik ging gewoon naar rechts, volgens mij. Ja, je moet zeg maar gewoon terug op die Mammoswine en dan in het sneeuw naar beneden. Nee, want daar staan 2 van die rocks. Ja, die kan je headbutten. Als je op A drukt. Zo. Die sound effect, dat nu snap ik hem. daarom denk ik ook. We moeten trouwens de aflevering even gaan beëindigen, Sander. Wat vind je daarvan? Vind je dat ook een goed idee? Dit loopt ook dood! Oh, ik weet het nu al. Oké. Hoe moet dit? Maar dat gaan we de volgende aflevering doen, of niet? Weet ik het. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Voor dit een leuke aflevering. Doe een duimpje omhoog. Vind je Sander niet zo handig? Doe dan ook een duimpje omhoog. Maar hij is wel handig. Ik wist dat niet, gast. Ik wist dat niet. Dat je Rock Smash op een Mammoswine kon doen. Oh nee, maar dat deed je gelukkig ook met de Rhydon net voor de tweede gym. Bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet op Sanders kanaal te abonneren. Hij is een beetje salty op het moment. Maar dat kan gebeuren. Dat valt hartstikke mee. Wacht even. Hoe ga ik eraf? OB. Bro, ik heb zo'n holoclip. Wacht even. Dit is heel belangrijk. Wacht even. En de Star City. Let's go. Nu kunnen we het afsluiten.
Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet op Sander te abonneren. En dan zie ik je heel graag de volgende keer weer. Adios amigos.